Ruim 200 katen kreeg Evelina na het drama met de herdershond. Lieve Evelina, heel veel beterschap. Ik hoop dat je snel kunt... Touwtjes springen. Zij doet zijn best. Zij is heel waarschijnlijk met zijn wonden aan een been geweest. Zo goed luisteren en heel goed houden. Zich niet rennen en doen en niet zwemmen en allemaal wat mocht er niet. Zij is niet gedaan. En de wonden zijn nu zonder hechtingen en is heel netjes wel genezen. Maar de huid is dun. Zo tussentijds was wel ontstoken. Maar nou in deze moment met de wonden gaat goed. Maar de trauma achter is wel erger. Dat komt wel dagelijks tegen. En hier is een hotel. Hier is nog een huis. Soort van de cadeau. 7 jaar is Evelina inmiddels. Tegenwoordig speelt ze liever met haar Lego dan dat ze buiten komt. Doodsbang voor honden is ze. Al overal, waar komen de honden tegen? En dat is gewoon bijna niet meer te doen. Als wij gaan en proberen één dag naar de camping gaan, nou halverwege moeten wij terugdraaien. En dat was gewoon te veel honden. Zij wordt helemaal trillen en in paniek. En nou, wij waren op tocht kijken in de Goor en nou. In het huis, hij moest naar wc, nog 2 keer samen naar wc, nog hond vasthouden, oké, dat gaat nog. 30 keer was gewoon te veel en dan zei ik al, ik wil naar huis, ik kan niet meteen honden. En wij moesten gewoon weg. En dat is gewoon heel erg, vind ik. Thuis, dat is het buitengebied van Diepenheim. Dicht bij haar ouderlijk huis werd Evelina op 17 mei gegrepen door een Duitse herder. Het meisje doet het liefst haar oren dicht als we het erover hebben. Daar komt de Evelina van de bosjes. En helemaal met de bloedende benen. Maar wat is gebeurd? En ik snap er niks van. En de hond gebeten. Maar zei, welke hond hier? Er is geen hond hier. Ja, dat was een hond. En dan was er iemand bij. Ja, dat was een vrouw. Maar waar zijn ze nou? Weet ik niet. En toen hebben wij gewoon een bus gebakken naar het ziekenhuis. En daar is alles. Ja. Evelina moet behandeld worden voor haar trauma. Maar ondertussen is ze ook bang voor artsen geworden. Ja. Mm-hmm. En, ja, ik ben ongeveer daar gelopen, helemaal daar. Ja, bij de huis daar, zij is dat stukje helemaal zelf gelopen na de ongelukje. Dat is gewoon ongelooflijk. Zij ready geweest, denk ik. Behalve het trauma is er nog de financiële nasleep. Ik ben zzp'er zo. Ik moest zelf kosten werken. Achterlaten en concentreren voor haar. En brengen naar de school en uithalen. En of course, dan beginnen werken en oppas leggen. En wie kan ook extra's. En zij durft niet meer, ook niet een half uurtje alleen in de thuis zijn. Ik kan gewoon niet in de boodschapjes halen. En zij durft niet in de auto staan, wachten. De eigenaren van de hond zijn aansprakelijk gesteld. Het steekt Marita dat ze geen contact hebben gezocht. En de slachtofferhulp is ook gezegd dat meestal dader willen zelf contact opnemen en excuses aanbieden. Maar in deze geval niet. Ik vind het ook raar. Rare verhaal. Niets van de dader gehoord? Nee, niks. Wij komen wel achter dat zij is wel gezegd dat de hond had de melkkorf aan toen en dit en dat. Zij heeft wel de police gezegd wat wij hoorden. Deze. Evelina vermaakt zich met de Lego en alle knuffels die ze kreeg. Haar ouders zitten nog met veel vragen. Ik wil altijd weten beide kanten van de verhalen. Ik wil weten wat is gebeurd. Waarom zij is toen direct niet 2-1-2 gebeld of achteraan gegaan kijken. Hoe is het met de meisje, waar het komt vandaan. Ik wil weten waarom. En waarom moest er zo, waarom is geen waarschuwing geven voor Evelina niet hier komen? Zij kan aanpakken, wat dan ook. Maakt niks uit, maar ik wil weten, wat is eigenlijk gebeurd? Dat is het enige. En ik wil ook laten haar weten wat invloed dit heeft gemaakt voor haar. Lekker zorgeloos buiten spelen zit er voor Evelina even niet meer in. Ik doe gewoon binnen spelen, mijn kamer bij de bureau tekenen.